ben Paulien Gankema. Ik ben van Jongeren Milieu Actief. En wij zijn nu in het Oosterpark op het Amsterdam Roots Festival. Om handtekeningen op te halen om Shell te vragen of ze stoppen willen met het afvakkelen van gas in Nigeria. Shell fakkelt gas af in Nigeria omdat dat voor hun gewoon een bijproduct is van het proces van oliewinning. Dat is voor de milieu is het heel schadelijk, want al dat gas dat verbrand wordt veroorzaakt ontzettend veel CO2. En tegelijkertijd is het heel slecht voor de gezondheid van de mensen die daar wonen, want die krijgen allemaal last van hun luchtwegen. En die hebben daar ontzettend last van. Maar daar trekt Shell zich niks van aan, die gaan gewoon door. Ondanks eerdere acties en ondanks dat de wet nu zo veranderd is dat het gewoon verboden is wat ze doen. Daar trekken ze zich niks van aan en ze gaan gewoon door. Dus wij willen nu daar weer aandacht voor vragen door handtekeningen in te zamelen. En Shell daarmee te dwingen om nu echt te stoppen. Deze actie tegen het afwakkelen van gas in Nigeria heeft al eerder tot succes geleid. Want het is dus inmiddels verboden wat Shell doet. En nu moet het alleen nog gehandhaafd worden, die wet. Dus het heeft al eerder tot succes geleid. Dus ik denk dat het zeker helpt als zoveel mogelijk mensen hun handtekeningen zetten. Nou, je kan bijvoorbeeld, zoals de mensen hier, kan je handtekeningen gaan verzamelen. Dus niet alleen zelf een handtekening zetten, maar ook handtekeningen gaan verzamelen. Of acties bedenken, of acties organiseren. Dat kan je allemaal doen. Je kan sowieso jezelf daar gewoon goed over informeren. Hoe jouw gedrag het milieu beïnvloedt.